Ja, het is heel gek, want ze hadden een rijdende trein die heel hard ging en nu ineens is gestopt. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor iedereen hier en ook op heel veel plekken in de wereld. Dus het is gewoon heel, heel gek eigenlijk om ineens heel veel tijd te hebben. Maar ja, het is voor de gezondheid en volgend jaar mag ik gelukkig weer. When I'm sad, I am unreasonable, just like a little kid, mad at the world. Nou, het concert was sowieso een super, super mooie zaal. Elke keer dat ik heb gespeeld, vond ik het echt wel heel bijzonder dat ik hier mocht staan. Ik denk dat als je staat op een plek die al zo bijzonder is van zichzelf, dat het ook heel veel doet met hoe je iets brengt, met hoe je iets performt. En ik voelde net ook wel de zaal meedoen, zeg maar. God knows I try to hold it all together. Oh, I'm getting older and it ain't what I thought it would be. Het was voor mij een nummer wat heel therapeutisch was voor mij. En ik heb ook aan de hand van de originele versie heel veel mooie reacties gehad op persoonlijke verhalen van mensen die vertellen dat het ook voor hun gevoelens die ze misschien niet makkelijk kunnen uiten met woorden, dat het die gevoelens, dat ze dat wel terug horen in het nummer en daardoor wel een plekje kunnen geven. Dus ik hoop ook dat met deze versie dat het misschien nog iets dichterbij komt, omdat het echt alleen maar piano en mijn stem is en het verhaal wat ik zing. Het nummer gaat ook over hoop en kijken naar de toekomst en dat je dan toch een lichtpuntje ziet aan het einde van de tunnel. Dus ik hoop ook dat mensen op die manier hun kracht uitputten en dat we gelukkig, dat we hopelijk straks met z'n allen in goede gezondheid volgend jaar alsnog een heel mooi songfestival kunnen hebben.